Ik denk dat dat verhelderend is voor de commissieleden. En, mag ik u verzoeken om plaats te nemen en dan geef ik graag het woord aan de heer Hutten. De heer Hutten is lid van het actiecomité Karelskamp. En ook hij krijgt 5 minuten om de commissieleden te overtuigen. De heer Hutten, aan u het woord. Geachte leden. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken voor de tijd die u mij heeft gegeven om namens alle medewerkers van de penitentiaire inrichting Almelo het woord te mogen doen. Op 22 maart jongstleden kregen wij het verbijsterende nieuws te horen dat de penitentiaire inrichting Almelo medio 2015 haar deuren moet sluiten vanwege de bezuinigingen binnen dienstjustitiële inrichtingen. De PI Almelo bestaat uit de locaties De Karelkamp, dat is een huis van bewaring, de Nienduren, een zeer beperkte beveiligde inrichting en de productiefaciliteit genaamd De Fabriek. In het huis van bewaring wordt gewerkt aan de basis van veiligheid, insluiten en zorg voor betere terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. Hier wordt de basis gelegd voor de rest van de werkzame detentie. Dit door het aanbieden van structuur, orde en een arbeidsethos. In de zeer beperkte beveiligde inrichting De Nienduren wordt aan gedetineerden structuur, controle en begeleiding aangeboden in de laatste fase van hun detentie. De gedetineerde wordt zo op een verantwoorde manier voorbereid op stapsgewijze terug te keren in de samenleving. Wonen, werken en financiën staan centraal bij de door de groepsleiders geboden begeleiding. Deze zeer functionele en goedkope detentievorm, die zich net reeds tientallen jaren bewezen heeft, dreigt bij de invoering van de masterplan te verdwijnen. De derde locatie is De Fabriek, eigendom van PI Almelo, een productiebedrijf dat een maatschappelijke rol vervult en de bijdrage levert aan de financiële doelstelling. Nederland moet veiliger. Dat is het uitgangspunt van dit kabinet. En toch wil men 340 miljoen euro op veiligheid bezuinigen door ons totale gevangenisstelsel af te breken. De PI Almelo biedt werk aan 170 werknemers. Het werk wordt verricht met veel motivatie en inzet. Medio juni 2012 heeft de inspectie voor de sanctietoepassing de inrichting doorgelicht. Daarbij was het eindresultaat dat de PI Almelo een landelijke voorbeeldfunctie toegewezen gekregen heeft. Daarbij zijn ze zelf bij hoge uitzondering 2 sterren verstrekt op de gebieden arbeid en gedetineerdenzorg. Daaruit blijkt dat PI Almelo een financieel gezonde inrichting is en goed werk levert. Het sluiten van de PI Almelo heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor de medewerkers, maar ook voor deze regio. Het vinden van ander passend werk binnen onze regio zou voor velen niet tot de mogelijkheid behoren vanwege hun opleiding en beschikbare arbeidsplaatsen. 3 van de 4 rijksinrichtingen zullen binnen deze provincie worden gesloten. Dan is er echt wel sprake van een krimpregio. Voor wat betreft de gedetineerde problematiek in de regio geldt het volgende. Bekend is dat veel gedetineerden terugvallen en weer recidiveren. Recidive is te wijzen aan het feit dat er geen balans, structuur, perspectief is in hun leven. Ook op dit punt scoort PI Almelo zeer goed als het gaat om begeleiding en zorgen voor de goede overdracht van gedetineerden aan gemeentes, waarbij het voorkomen van recidive voorop staat. In een masterplan, waarbij gedetineerden zonder goede voorbereiding vanuit detentie terugkeren naar de gemeente, verwachten wij een terugkeer naar vroeger. En wat is dan vroeger? Toen werd de groep na einde van detentie met een blauwe vuilniszak en een treinkaartje aan de weg gezet om vervolgens te verdwijnen in de massa. Met alle nadigheid tot gevolg. Elektronische detentie zal dit maatschappelijk probleem dus alleen maar vergroten. Wat betekent dit financieel voor de regio en de gemeenten? Kort gezegd komt het op het volgende neer. Bezuinigingen bij DI zullen zuur worden betaald door de gemeenten in deze regio. Wat gaat er immers gebeuren? Gedetineerden die tot nu toe detentie zitten, krijgt u nu letterlijk in uw gemeente. Alsjeblieft, hier is hij. Doe het eens mee. Detentie en resocialisatie worden tot nu toe landelijk bekostigd door DI. U mag dit nu zelf gaan betalen met de komst van elektronische detentie. Daarnaast zijn de extra maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het ontbreken van een goed resocialisatietraject ook nog eens voor uw rekening. En als toetje krijgt u er nog eens 880 werkzoekenden erbij in deze regio. Tot slot. Alle medewerkers binnen PI Almelo zijn erg gemotiveerd om te werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving.
Het zou desastreus zijn voor de regio en de gemeenten dat je als kwalitatief goed presterende inrichting samen met andere organisaties en toeleveringsbedrijven de deuren moet sluiten in kader van het masterplan. Vandaar dan ook van de zijde van alle medewerkers van PI Almelo het dringende, doch vriendelijke verzoek aan u, leden van Provinciale Staten, om de politiek in Den Haag te bewegen, om zich tegen dit heilloze masterplan uit te spreken en de PI Almelo in zijn huidige omvang en hoedanigheid te behouden voor onze regio en daarmee de werkgelegenheid en regionale veiligheid te behouden. Dank u. Dank u wel, meneer Hutten. Wie van de commissieleden heeft nog een vraag voor de heer Hutten? De heer Klomp? Ja, en de heer Tenkink? En de heer Jansen? Dan begin ik bij de heer Klomp. Ik heb nog een vraag. U heeft net gesproken over de fabriek. Misschien dat het ook wel juist is dat u daar, en misschien dat u ze nog even kunt noemen, wie uw partners zijn bij de fabriek. Ja, dat kan ik. We gaan eerst even alle vragen inventariseren en daarna mag u ze beantwoorden. Okay. Dat de heer Tenkink. Dank u. U beschrijft heel goed in beeld hoe uw instelling functioneert en u zegt hoogwaardig prima, niet sluiten dus. Maar ik ben ook wel benieuwd naar alternatieven, want daar hoor ik u niet over. Heeft u net als, ken ik in de makers bij Veldzicht, ook een alternatief om te bieden en te verdedigen in Den Haag? En dan de heer Jansen. Voorzitter, wij hebben wat geluiden gehoord over kapitaalvernietiging. Doordat er allerlei renovaties hebben plaatsgevonden en die nu eigenlijk met de sluiting volledig in het niet verdwijnen. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, alles heeft te maken dus met de fabriek. De fabriek is eigendom van de PI Almelo. Ze is een productief bedrijf voor eenvoudige werkzaamheden, waarbij doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt in een gemiddeld traject van 3 maanden samenwerken. Wie werken daar allemaal? Gedetineerden uit de ZBB de Linduren, medewerkers van de sociale werkvoorziening, mensen met de taakstraf van de reclassering en deelnemers van de gemeente Almelo voor arbeidsactivering, wet, werk en bijstand. Dat zijn dingen, daar zijn we alle 1,5 jaar mee bezig in Almelo. En we proberen daar op een goed dusdanige wijze inhoud aan te geven en gebruiken daarmee onze netwerken. Ja, ik kan wel zeggen hoe we dat doen, maar ik nodig u uit om te kijken om het ding inzichtelijk te maken hoe we dat ding doen. Met die kapitaalvernietiging willen we zeggen van we hebben zoveel energie gestoken in de fabriek, in onze ketenpartners, mensen erbij betrekken, de regio bij betrekken, dat het dan allemaal 1 keer weg is. Ik denk niet dat dat gegeven moment. Ja, ik vind dat kapitaalvernietiging. En ik denk dat ik over het algemeen de meeste vragen ook bij deze beantwoord heb. We kijken nog even naar de heer Tenkink en Klomp of dat inderdaad het geval is. Meneer deed het iets anders. Hij noemde de deelnemers en niet de instellingen, maar het was duidelijk welke instellingen hij bedoelde. Dat was wel duidelijk in zijn beantwoording. Oké. Okay. Dan wil ik de heer Hutten hartelijk danken voor zijn bijdrage.